Hoi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik me richten speciaal op jou als ondernemer. Mijn naam is Cor Spronk. Vandaag wil ik het hebben met jou als ondernemer over wat zijn jouw doelstellingen voor 2019? Wat wil je in 2019 bereiken? Misschien zeg jij wel, Cor, dit jaar hè, dan wil ik... Ik wil groeien. Ik wil groeien in mijn bedrijf of ik wil als persoon groeien. Maar misschien zeg je, Cor, 2018 was een moeilijk jaar. Ik wil eigenlijk wel eens wat meer... Ik wil eens wat meer rust. Ik wil eigenlijk eens eventjes dat er wat mensen in het bedrijf zijn die misschien wat taken van mij overnemen. Zodat ik eens even wat meer rust kan nemen, wat meer tijd voor mijn gezin kan nemen of wat meer tijd voor mijn hobby kan nemen. Wat wil jij bereiken in 2019? Wat zijn voor jou je doelstellingen? Wat zijn de dingen waar jij mee verder wilt in het komende jaar? En of het nou groei is of het nou rust is. Als jij eens even met iemand eens even wil sparren en eens even wil praten, waar wil ik met mijn bedrijf naartoe? Dan wil ik er voor je zijn. Neem contact met me op. En misschien kunnen we eens kijken of je zelf getraind moet worden. Of misschien jouw mensen getraind moeten worden. Om te kijken om je doelstellingen voor 2019 te halen. Want één ding weet ik zeker. Jij bent het waard. En je bedrijf is het waard. We gaan elkaar spreken. En voor nu zeg ik, hoi.